Mike Havenaar, de kersverse aanwinst van Vitesse, traint sinds enkele dagen mee met zijn nieuwe club. Havenaar is geboren in Japan, maar zijn ouders en familie zijn Nederlands. In hoeverre voelt hij zichzelf Nederlander? Bijna niet. Nee? Ik was in Japan geboren en daar opgegroeid. So, echt geen Nederlandse culture of echt niks erin. Want jouw ouders zijn wel allebei Nederlands? Ja, zo ja. Alleen tegen mijn ouders spreek ik Nederlands, maar voor de rest spreek ik Japans of Engels. Dan. Ja, hou jij bijvoorbeeld van Nederlands eten? Gehakt, ja. Maar voor de rest, nee. Maar ja, als ik hier kom op vakantie met mijn ouders, dan eet ik altijd broodje kroket en frietjes. Dus je bent eigenlijk ben je gewoon, je voelt je Japans? Ja. Yeah. Havenaar voelt zich dan wel Japanner. Hij gaat de aankomende jaren wel in het geboorteland van zijn ouders wonen. Ondanks dat zijn vader en moeder nog altijd in Japan verblijven, heeft hij bewust voor Nederland gekozen. Ja, hij is echt mijn is een first step voor mijn Europa. En I want to make it a very good one. En ja, Vitesse was the first team to make me an offer. En there was of course my my parents are from Holland as well, so I thought why not. Yes. Er waren meer clubs in jou geïnteresseerd. Klopt het dat je ook in Wolfsburg bent geweest? Ja, dat is echt een beter offer. Maar voor me dat geld dat maakt niet uit. Het is echt of ik kan beter worden. Want ik ben nog ben echt nog bijna niks in Europa. Weet je? Niemand weet me in Europa. So, ik moet een hele goede, echt een goede step hebben voor... Ja, zoals ik... Was het gevoel met Wolfsburg bijvoorbeeld niet goed? Ze hebben daar best wel een trainer die streng is. Ja, ik vind niet lopen leuk. Japan en Nederland is natuurlijk een wereld van verschil. Maar wat vindt hij tot nu toe het grootste contrast? Maar ja, met voetbal is het echt met de ball speed en het physical contact... Dat is echt different. En maar ja, met de culture. Maar ja, in Japan is het more crowded. En in Nederland regent het wel. Maar zijn Nederland bijvoorbeeld ook wat brutaler in hun doen en laten? Een grotere mond bijvoorbeeld? Ja, dat ook. Ja, de Japanners die zeggen bijna niks altijd. Maar hier zeggen ze allemaal al van niet. Maar ja, het maakt niet uit van me. Hey, hoe maak jij meestal je doelpunten? Wat voor type spits ben jij? Ja, ik ben echt een lonely striker. Ik kan niet zelf alles doen. So, ik wacht altijd voor een pas van het middenveld of van de zijkant. Ik wacht eerst of course postplay. Dan eerst bal aan en simpel kaarten. Dan loop ik gewoon in front of the goal en... That's where I have to do my job. Ja, je hebt 17 doelpunten gemaakt vorig jaar. Hoeveel met het hoofd? 6 met mijn hoofd en 11 met mijn voeten. Dus je bent een goede kopper. Ja, nee. Ja, bij het Japanse team krijg ik bijna eens geen crosses. So, maar toch moet ik wel bewegen om de bal te krijgen. So, dat is waarom ik had, ik denk 11 goals met mijn voeten. Hey, hoe is het om jouw landgenoot hier te treffen, Yasuda? Maakt het dat makkelijker voor jou? Ja, ik vertel me alles. Weet al hoe de spelers zijn, wie dat is en wie dat is, weet al. After we go back to Holland, he's gonna show me around. Het is wel zo, is een hele grote help voor me. Ja, en aan de andere kant ben jij weer zijn helper, want jij kan natuurlijk dingetjes vertalen voor hem. Ja. Ja, hij doet het ook heel goed.